gaat de damesclub naar een waarzegster. We gaan straks onze mandplaat lezen, tarotkaartje laten leggen. Allemaal toekomstvoorspellende dingen. Dus het is gewoon super spannend. Vandaag al weet dat over een week gaat gebeuren. Hallo! Angèle is deze keer wel op tijd. Voor de eerste keer van de damesclub is Angèle op tijd. Dat is echt een ja, ook. Even klappen. Ik denk dat ik me helemaal rot ga lachen, want het is natuurlijk allemaal ontzettend onzin. Wie wordt er nou waar zeggen? Ik weet niet wat voor type je dan bent, maar... Hey Marijk! Hallo! Ja, ik zeg zo, over een uur loop je onder de bus. Wat dan? Heb je nog maar een uur te leven? Dan moet je gewoon even. We gaan heel daar. In mijn andere route ga ik terug. Ja. En je partner reageert daar van je grote vreugde zeer teder op. Bovendien krijg je nu de fantasieën van je partner te horen. Nou, als ik geen partner heb... Nasje probeert haar aura nog te vergroten voordat ze bij de waarzegster aankomen. Dit is even normaal! Oh, dat is cool. Ja. De Koninkluisteraars! Net over de... Kunt u ons goed brengen? Ja! Ah? Alles goed. Bedankt meneer. Nee, dit is echt cool. We krijgen een lift naar de Toverfluitstraat. Waar volgens mij Leonie Visser, onze waarzegster, op ons zit te wachten. We zijn gewoon een beetje zenuwachtig. Ik moet alleen even verklappen dat ik zelf niet mijn geboortedatum door zal geven aan de waarzegster. Want principieel ben ik erop tegen. Zijn het nou weer van principes? Ja. Is dat dan nu opeens weer er tegen? Je mag af en toe best je principes overboord gooien hoor. Dus gooi het maar uit. Ik vind mezelf best wel hypocriet hoor. Maar ja, ik vind hypocriet zijn af en toe ook zo heerlijk. Je hebt wel een beetje ingeluisterd dan. Want ja, moeten wij wel bij voor het blok? We gaan eruit. Bedankt. Ja, heel erg bedankt. Was wel een lekker ding hè? Echt heel stoer. Ik heb in een... Niet super cute. Nou ja! Wauw! Zou het een teken zijn? Hoor? Ja, of nee, ze is daar hier gewoon expres gaan wonen, denk ik. Hey, wie vindt het doodeng? Echt? Ja. Ja, maar dan moet je het wel echt heel eng vinden, want jij wil alleen maar op camera volgens mij. Zullen we voor de deur gaan staan? Zal ik eerst even wachten tot ze. Ja. Tot ze, zeg maar... Het is wel leuk als ze open doet. Ja, maar dan moeten ze dat eerst even aankondigen. Voordat je camera ziet. Zal ik aanbellen? Ja. Het is wel goed, je gaat binnen. Ik had gisteren wel niet denken. Ook een beetje het gevoel dat je het al kan voelen, zeg maar, dat er straks iets gaat gebeuren. Dat is wel een beetje spannend. Ja? Ja, dat vind ik ook. Oké, we zitten wel gezellig te kletsen allemaal, vind ik wel leuk, maar ik wil, jullie moeten niet over jullie ideeën of toekomst hebben of wat dan ook, want het is voor mij prettig om helemaal niks te weten. Ik vraag alleen dadelijk geboortedatum. Als ik bij jou ga beginnen, dan zie ik je hebt eindcijfer 2. Ik maak een staartsommetje, dus van de dag, de maand en het jaar. Maar is er iemand overleden of zoiets van je ouders? Dat niet, of zijn ze uit elkaar? Want ik zie scheiding of dood, het is uit elkaar gaan. Hè? Dat zie ik dan, dat je vrij jong was dat dat gebeurde of dat waar je moeite mee had. Terugkomend bij jouzelf, dan zeg ik van nou 1, maximaal 2 kinderen. Want je bent geen type voor veel kinderen. Je bent zeker geen type voor, ik krijg er trouwens een kippenvel bij. Je bent ook geen type om alleen maar huismoedertje te zijn, want je wil gewoon wat bereiken in je leven. Of je bent een gevoelsmens, je bent een ondernemend type, maar je bent ook een heel erg gevoelstypetje. Ja, en dat, dan zou je zeggen, dan zou je juist een goed moedertje zijn, maar op een andere manier. Bij jou moet ik zeggen, je komt wat later op gang dat je iets wilt bereiken of wat dan ook. Want die achter je, die geeft aan dat je er heel veel moeite voor moet doen. Dat gaat niet makkelijk bij jou. Maar je bent ook tevend, en het komt later in je leven ook naar voren, vrij nerveus. Er zit veel nervositeit in jezelf. Je bent geneigd om je weg te cijferen, als die maar lief is, als je maar niet weggaat. Nou, dan gaat het toch doei. Ja, je hebt een heleboel dingen mee, maar je hebt tegen dat je te gevoelig bent. Dus maak gebruik van jouw
Dat je er goed uitziet en dat je een leuk type bent. Maak er gebruik van. Oké. Om de kaart te leggen. Jij bent gewoon een heel ander type. Ook jij komt weer met negens in aanraking. Hè? Dus ook weer dingen aanvoelen. Dus dat mediumieke, ik denk dat bij jullie allemaal wel zo'n beetje zal zijn. Je hebt ook eindcijfer 2, dus je komt veel overeen met haar. Maar toch weer niet absoluut weer anders. Jij laat je wel gelden. Dus als jongs af aan laat je je wel gelden. Je kan ook veel met je handen. Dus je bent ook een doemens, een ondernemend typetje. Wat jij weer hebt, aan de ene kant laat je gelden en aan de andere kant laat je het achterste van je tong niet zien. Voor jou denk ik dat jouw moeder mee had gemaakt voor jouzelf van het kan misschien de dwang wel wezen dat je dat in je leven meemaakt. Ik moet leven, ik moet dat doen, ik moet dat bereiken. Ja, en dat is gebeurd bij je geboorte. Jouw geboorte datum. 15, 9, 6, 7. Guldane is door een voetenbordje toch overgehaald om mee te doen. Ja, ik heb besloten om het toch te laten doen, omdat ik gewoon eigenlijk heel erg nieuwsgierig ben. En ik heb een heel goed gevoel bij Leonie. Het is nog maar de vraag of je dadelijk nog zo blij mee bent. Nou, oké, is onzin. Wat ik bij jou ervaar, dus dat krijg ik ook weer die 9, hè? Dus bij jullie haast allemaal zo'n beetje, maar allemaal komt toch wel met 9's in aanraking. En dat betekent dus dat jij, als ik hier ook zo ga kijken, meegemaakt heb gevoelsmatige narigheid van andere personen. Ja? Ja. Dat is je. Ik heb zo'n warm zo. Ik ben echt een beetje. Nee, meneer, de kans dat jullie weer in tocht gaan zitten. Heb jij het koud? Ik heb het echt zo warm. Ja. Dat je zal trouwen is een ding wat zeker is. Maar dan wel niet, met die fouten moet je niet. Laat je ook niet opfokken door iedereen van ja, dan ben je oud genoeg om aan kinderen beginnen, wat dan ook, of aan een man beginnen. Je moet helemaal niks. Hartstikke bedankt. Ja, jullie ook hartstikke bedankt. Vond het heel leuk. Hartstikke bedankt. Ik zie je nog wel. Ja. Heel bedankt. Hartstikke bedankt. Ik kom alles maar goed terecht hoor. Ja. Heel veel dezelfde dingen. Ja, rakend was het gewoon. Ja, ik vond het ook heel rakend. Jullie wilden niet gefilmd worden, hè, tijdens het huilen. Wie heeft er gehuild? Exclusief ik. Nou, het kwam heel dicht in de buurt bij mij. En zei ook wel aparte dingen bij sommige mensen. Wie dan bijvoorbeeld? Nou, bij jou. Dat je een hele slechte moslimman tegenkomt. Nee, ze heeft geen moslim gezegd. Jawel, ze zei daarna, die zijn ook wel waar goeie. Nee. Ja, maar dat kan omdat ik die woorden in haar mond legde. Ja, nou, iemand die jou onder de duim zit en je kindjes inpikt. Nou, uitkijken dus. Hè? Ja. En deze hier, die was ook behoorlijk onder de indruk. Allerlei dingen die ze nog niet verwerkt heeft, waar ze heel erg mee zit. En Angel, die wordt echt bos van Nederland of zo. En die krijgt een enorme villa bij het water. En kut, dacht ik, waarom zegt ze dat niet bij mij? Maar en bij Nas, ja, dat wordt of een psychisch wrak. Nee, of ze wordt iets psychisch. Ja. Ik heb het altijd. Heel veel mensen zijn, weet je waarschijnlijk al. Of spelen natuurlijk al in jezelf. Ja? En zij bevestigt dat alleen soms gewoon heel erg extra. Ze raakt meteen van begin af aan de gevoelige snaar, zeg maar. En dat had ze heel goed door. Maar ja, later met kaars leggen had ik wel was ik een beetje sceptisch over jou hoor. Ik wel. Maar ook toen kwamen er heel veel dingen uit, zeg maar, die heel erg kenmerkend zijn. En veelbelovend natuurlijk. Het enige wat ik heel eng vond was dat mijn rug heel erg warm werd. Ja, maar dat ik wel een beetje. Had ik dat ook? Heel veel rug helemaal. Ja. Tegen jou heeft ze ook gezegd dat jij zeg maar heel veel paranormale kwaliteiten hebt. Of ben je plan om daar iets mee te gaan doen? Ja, nou ja, het lijkt me wel cool om te kunnen, maar ik wie weet ontwikkel ik ze nog. Het zou wel interessant lijken in ieder geval. Nou, mijn relatie gaat dus blijkbaar uit, maar ik krijg er wel een hele leuke donkerharige man. Dus sorry, Liefie. En de volgende week gaan we lekker het park in, helemaal over de top. Maar natuurlijk zijn we in Nederland altijd afhankelijk van het weer. Stel dat het nou slecht weer wordt, dan gaan we lekker winkelen met de dames. En dan gaan we kijken wat er aan mode hangt in Rotterdam. Maar jij leeft toch om te shoppen? Maar dat kan ik je opkomen. Ja, dat doe ik het liefst in mijn eentje. Want anders moet ik op iedereen gaan wachten, terwijl iedereen van alles aan het passen is. Daar ben ik dan weer net iets. Ja, maar dat zei de waarzegster ook, dat jij een ongeduldig type bent. Ja, en dat moest je nou juist laten. En dat moest je nou juist laten. En de tijd nemen om mensen te leren kennen. Ik weet niet of dat op winkelen sloeg, meiden. Nee, ik denk gewoon op alles. Ja. Nou, ik vind ons niet aardig. Ik vind jullie niet zo aardig.
Maar wat is nou aardig? Ik weet niet wat de definitie van aardig is, maar ik vind jullie niet aardig.